Sparta is vandaag als eerste regio-profclub weer begonnen aan het nieuwe seizoen. En zo heeft Sparta de kortste zomerstop gehad van alle vier onze clubs. Aangezien Sparta op 20 mei nog de finale van de play-offs tegen Emmen speelde. De eerste divisie start dit jaar pas op 17 augustus voor Sparta. Maar de nieuwe trainer Henk Vrezer stond te popelen om nu al te beginnen. Ja, eigenlijk wel. Kijk, ik kan altijd nog wat extra vrije momenten voor ze creëren. Maar ik denk wel dat je gewoon zo'n tijd nodig hebt om ook aan elkaar te wennen. Met elkaar om te kunnen gaan. En nogmaals, we hebben ook een heel duidelijk gezamenlijk doel. Hè. We willen allemaal presteren. Nou ja, dan moet je soms wat meer tijd en energie erin steken. Op de eerste training kwamen zo'n 300 fans af. En ze zagen dat Roy Kortschmidt, Jeffrey Chabot en Sandro Schenk ontbraken. Chabot heeft zich ziek gemeld, maar voor de Duitse verdediger is er interesse van FC Groningen. Doelman Kortschmidt hoeft zich pas maandag te melden. En de donderdag aangetrokken Sandro Schenk, die wil onder zijn contract uit. Omdat hij bij Twente meer kan verdienen. Ja, nou ja, het lijkt mij niet verstandig als ik daar een mening over geef. Ik heb mijn mening en dat is puur voor mij. En nogmaals, dadelijk hoop ik aan de start van het seizoen daar te staan met een groep. Die net zoals ik heel graag voor Sparta wil spelen. En ja, dat is hoe ik erover denk. En ik wil geen waardeoordeel geven over hoe andere mensen erin zitten, in het leven zitten. Dat is aan hun. Tot nu toe wist Sparta vier spelers definitief aan te trekken. Doelman Tim Koremans komt over van ADO Den Haag. Gilano Wijnaldum speelde vorig seizoen nog bij Willem II. En Everton Tavares speelde op amateurbasis bij Kozakken Boys. Zij trainde vandaag ook bij de eerste training en Lars Veldwijk die trainde apart. De spits heeft nog lichte klachten. De selectie is nog zeker niet compleet, al heeft Vrezen wel al een doelstelling. Moeilijke uitdaging, maar ook wel een mooie. Ik bedoel, ik denk wel dat voor het eerst sinds tijden de Jupiler League behoorlijk sterk is op papier. Nou, dat is denk ik alleen maar mooi, want ook wij willen mooie wedstrijden spelen. En normaal gesproken spelen die alleen maar in de Eredivisie, dat is duidelijk. Ja, wat is de doelstelling? Ik denk dat... Voor een ploeg als Sparta en de ploeg die we bij elkaar willen krijgen. Dat de play-offs halen, dat hoort bij een club als Sparta. Daarmee kan je dus ook afdingen dat je promoveert. Dat is duidelijk de duidelijkste doelstelling die je kan hebben. Iedere ploeg droomt van een kampioenschap. En dat doen wij ook. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar prioriteit is uiteraard zo snel mogelijk terug. Dat lijkt me een logische. Opvallend gezicht op het trainingsveld was vandaag die van Royston Drenthe. Vrezer en Drenthe kennen elkaar nog van de Feyenoord jeugd. Voorlopig traint hij mee en op korte termijn zullen beide partijen gaan kijken of dat hij ook daadwerkelijk aan de selectie wordt toegevoegd. Nou, Royston, net zoals Memphis Depay, weet je hebt een bepaald type mensen waar je gewoon heel eerlijk en heel streed tegen kan zijn. Want zij zijn dat naar jou ook. En het is duidelijk dat we een bepaalde relatie hebben in die zin. Ik heb hem in de jeugd gehad, zowel in de C's als in de A's. Het ging bij hem jeuken. Zoals heel veel spelers heeft hij kwaliteit, dat zal nooit de discussie zijn. Ja, het is vaak, en dat geldt voor hem ook, hoe hongerig ben je nog? Dat geldt voor mij, dat geldt voor hem. En we hebben een bepaalde periode gezamenlijk hebben afgesproken om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Hij moet echt wat voor Sparta betekenen. En dan is het ook logisch dat wij ook echt wat voor hem betekenen. En dat is de insteek. En nogmaals, liefhebbers, ik hou van liefhebbers. Hè. Eerder hebben we hier gesproken en toen zei je, ik ben klaar met het voetbal, we zien mij nooit meer terug. Toch is daar nu een keuze dat je misschien wel weer, als dit wat wordt, toch weer gaat voetballen. Ja, toch, maar dat is nu nog niet aan de orde, dus eigenlijk ook niet heel relevant om over te discussiëren. Dat ik hier ben om mijn conditie op te peilen, dat is nu relevant. En dat is ook het enige waar ik het over wil hebben. Uiteindelijk wat er mag komen, dat is dan. Ja? Maar op dit moment is het gewoon belangrijk dat ik natuurlijk, ik ben nu bezig met het eerste van Sparta. Dus ik wil ook gewoon dat die jongens een goed beeld van me hebben. Gewoon een goed voorbeeld voor de jongens zijn. En voor de rest moet het allemaal niet uitmaken wat er gaat komen in de toekomst. Kriebelt het wel om eventueel weer op het veld te gaan staan in competitief voetbal? Anders zou ik hier niet staan. Begrijp je? Dat we kunnen voetballen weet iedereen. Maar uiteindelijk gaat het om het belang van Sparta. Niet om mij. Begrijp je? Dus iedereen kijkt nu wel wat ik wil gaan doen. Uiteindelijk heb ik gewoon mijn leven. Begrijp je? Ik doe nog steeds wat ik leuk vind. En mocht dit erbij komen, dan zal ik dat gewoon goed in combinatie doen. Volgende week zaterdag speelt Sparta de eerste oefenwedstrijd tegen de amateurs van Heijnenoord.